Ellen Liefting van Creatief Atelier bij Ellen. En ik wil vandaag eventjes een leuke snelle kaart laten zien met deze twee stempelsets uit de siertuincollectie die ik ook gebruikt heb voor Kies voor kleur 7. Dat kan je daar ook terugzien. Nou zou je denken, ja, dat is echt zo'n bloemige dameset. Ik ga eventjes een mannenkaart maken. Ik heb het ornamentrandje uit de set gepakt. Ik heb een basiskaart gesneden van 10,5 bij 28, gerild op 14,5. Daarop ga ik straks plakken, maar ik ga eerst bestempelen een stukje Very Vanilla van 14 bij 10 centimeter. De gewone standaard basismaat, zal ik maar zeggen. Crumpcake, karton. Ik ga ook met de crumpcake inkt stempelen. Zoals je ziet is dat gewoon nog een oude. Hij is nog goed. Inmiddels dus ruim 3 jaar oud. En hij doet het nog prima. Ik heb natuurlijk altijd een kladpapiertje eronder. Ik wil even kijken hoe die het wordt. Een mooie subtiele achtergrond. Ik ga het patroon er willekeurig opzetten. Dit is echt een gevalletje simpel stamping. Je hoeft niet zoveel na te denken. Ik ga gewoon... ja, een beetje stempelen. Ik zet willekeurig. En soms is hij wat lichter hier. En soms is hij wat lichter daar. En er ontstaat wat. Het ontstaat in mijn hoofd. En dan vervolgens ga ik het uitvoeren. En nu zie ik dat er ontstaat toch wel een bepaald patroon. En ik vind dat wel heel grappig wat er gebeurt. Gewoon willekeurig. Overal. Ik ga hem wel helemaal bedekken. De hele achtergrond. Stempeltjes gezet. Ik zal hem iets dichterbij laten zien. Nou, je hebt een hele mooie achtergrond. Dan vind ik het wel mooi om eventjes de randjes wat aan te zetten. Ga dat nou niet heel hard doen, hè? Want dan maak je je stempelkussen stuk. Maar hij mag ook best een beetje schuiven. Dus eerst even goed het zijkantje. Vervolgens schuif ik hem een beetje. Ik moet je altijd even proberen. Want het ene inktkussen, als je een heel nieuw inktkussen hebt, dan is hij vaak heel, heel nat. Dus nogmaals, ga niet zo zit doen. Dan maak je echt je inktkussen stuk. Dat moet je niet doen. Daar word je niet blij van. Daar kan geen enkel inktkussen tegen, maar gewoon zo voorzichtig. En vind je dat zonde, dan doe je het even met een sponsje. Maar dan krijg je net even een ander effectje. Kijk, maar nu heb je net even dat randje mooi aangezet. Het is heel subtiel. Je zou hem ook nog eventjes kunnen kartelen, hè, dat hij wat raffeliger wordt. Maar hij is zo mooi. Het wordt echt een heel eenvoudig kaartje. Ik heb... uit de Nederlandse tekstrecept Bedanken in Stijl. Ja, soms heb ik zoiets, sommige teksten, dat vind ik dan, het was een succes. Dat kan voor sommige dingen. Maar nu dacht ik van ja, ik heb geen idee. Het wordt nog een algemeen kaartje. Ik ben er ook goed in om het gewoon stuk te knippen. Dus ik heb succes ervan afgeknipt. Ik doe hem gewoon zo weer terug. Dus ik kan hem altijd weer ook gewoon aan elkaar delen als ik die tekst wil gebruiken. Nou, Early Expresso, dat is ook zo'n kleur die gewoon bij heel veel dingen past. Geeft een hele mooie, ja, een beetje housige look. Je kan ook heel mooi met spons. Ik heb hem al heel vaak gebruikt, ook met een krekkel en zo. Hè. Dus ik heb nu alleen het woordje succes. En ik heb een strookje, zo'n afvalstrookje, wat we natuurlijk vaak zo'n centimetertje eraf snijden. En daar ga ik gewoon heel willekeurig, om dat helemaal recht te doen. Mooi. Dat is niet zo snel een succes. Dus dan doen we het gewoon... een beetje willekeurig. Kunnen jullie dat zien? Nou, ik ga niet inzoomen, ik laat hem gewoon even van dichtbij zien. Heel veel keer succes erop. Je ziet straks op het voorbeeld als hij klaar is. En dat strookje ga ik er dan op plakken.
moet even kijken, want ik wil hem over de hele breedte doen. Ja, dat is genoeg. Ik knip hem gewoon even royaler af. Ik kan hem straks erbij doen. Ik ga ook bij deze eventjes het randje aanzetten. Ik zie al, dat is gelijk veel meer kleur. En dan heb je dus een heel leuk succesrandje. Ik ga bij deze ook even die donkere erbij doen. Ik vind dat toch wel mooi afsteken. Dan haalt het het ook. Ik zeg altijd, dan wordt het net even meer familie. Je moet zorgen dat er verbanden zijn tussen je kaarten. Zo, nou dat was het. We nemen een stukje teer en tape. Even het beginnetje. Even op de achterkant. Als je geen nagel hebt, dan doe je het even met een prikpen of zo, hè. Ik heb rondom 2,5 mm over. Dus je gewoon veel met basismaat werken. Op een gegeven moment weet je het precies. En dan is het altijd goed. Kijk, die kan er gewoon over. Maar dan is het mooier als hij een beetje verhoogd opgeplakt wordt. Dus ik heb hier wat dimensions erbij. Dat moet je eigenlijk niet doen met je schaar. Want dan krijg je van die lijmkringen erin. Maar ik leg ook niet meer gereedschap klaar. Want je hebt gewoon niet meer nodig. Dit is echt simpel stamping. Heb je deze stempels niet, ga gewoon voor zin hè, met je andere sets. Soms willen we te moeilijk en dan is het gewoon leuk als het heel eenvoudig wordt. Nou, ik plak deze er zo overheen. Ongeveer op, wat is het, vierde van onder. Ik ben er niet op vast, hè. Ik knip even de die mooi gelijk is. Ik zeg succes. En dan is het denk ik nog wel mooi om eventjes het motiefje aan de binnenkant. En dit doe ik nu met de Early Espresso. Even ook hier terug te laten komen. Terwijl ik dat zo zie, denk ik, dat het wel grappig is om deze hier ook nog even terug te zetten. Ja, soms is het gewoon zo leuk om gewoon als spelende aan de slag te gaan. Ik zeg af! Niks meer aan doen. Helemaal gaaf. Je dacht misschien, wat moet ik nou met die stempelset? Ik kan geen mannenkaarten meer maken. Ik kan geen algemene kaarten meer maken. Echt wel. En je kan bedankt. Je kan liefs. Je kan van alles. Kan je natuurlijk voor van alles gebruiken. Hey, leuk dat je keek. Geef me eventjes een duimpje. Hè? Of op een andere manier laat je zien dat je het leuk vindt. Of schrijf er eventjes wat bij. Hey, plezier ermee. En mooie dag.